Rotary Club Tiel heeft onlangs aan een aantal goede doelen geld geschonken om zodoende deze projecten te steunen. In Tiel mochten onder andere de dierenambulance en het hertenkamp een gulle cheque ontvangen. De Rotary Club Tiel organiseert elk jaar een rallytocht waarmee dit geld wordt ingezameld. Wij zorgen dat wij gezamenlijk door middel van activiteiten die wij organiseren, dat wij geld bij elkaar verzamelen om bepaalde projecten die we dan in elk jaar uitkiezen, om daar geld voor bij elkaar te verzamelen, om dat aan hen ook te overhandigen. Elk jaar worden in Tiel de mensen uitgenodigd om deel te nemen aan een soort idols. Om in aanmerking te komen voor deze gelden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel goede doelen in Tiel. Maar tegelijkertijd weten we ook dat er een hoop ellende is over de wereld. En een van de plaatsen is Kenia. En daar werken en wonen een hoop arme mensen met arme kinderen. En kansarme kinderen willen wij daar een vakantie kunnen bieden. Waarin ze zien dat een vakantie ook leuk kan zijn en in contact met Nederlandse kinderen en Nederlandse mensen laten zien dat een stukje leven ook positief kan zijn, zodat ze daar weer kracht aan ontlenen om de rest van hun leven door te maken. We hebben het idee dat we eigenlijk voor Tiel niet zo zichtbaar zijn. We zijn een club die al heel lang in Tiel bestaat. En wij proberen elk jaar allerlei goede gelden voor goede doelen bij elkaar te halen. En dat proberen we deels voor Tielse doelen te doen, we noemen dat rondom de kerk, en deels in het buitenland. En eigenlijk is het zo dat we ons toch wat steeds meer willen richten op Tiel en omgeving.